Hey, hallo en goed dat je kijkt naar No Shit, waar we uitzoeken hoe het echt zit. En aan het einde van deze video kom jij erachter waarom er precies Molukse of Turkse of opeens Surinaamse wijken in Nederland zijn. Want Larissa, jouw vraag is... Waarom mensen met dezelfde bepaalde etnische achtergrond die naar Nederland toe komen bij elkaar gaan wonen? Waarom wil je dit weten? Nou, ik ben zelf Molukse Surinaams en er woont een familie van mij in een Molukse wijk. En ik vraag me gewoon af of het gewoon toeval is of dat het een bepaald verleden heeft. En ook bij andere etnische bevolkingsgroepen. Nou, dan gaan we maar op onderzoek uit. Maar voordat we dat doen, eerst even de vraag beter begrijpen. Hier is de uitleg. Er zijn plekken in Nederland waar je verrassend veel Poolse kentekens ziet. Of bijvoorbeeld Turkse theehuizen of Oosterse draken op de daken. En dat dan dicht bij elkaar. En dat noemen we zogenaamde etnische wijken. Etnische wijken die vind je overal in Nederland. Ze zijn er in grote steden en in kleine steden. Ik woonde bijvoorbeeld in Crispijn heel lang in Dordrecht. En daar heb je een hele grote Turks-Nederlandse gemeenschap. En als je op zoek gaat naar een Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in Nederland, dan vind je die bijvoorbeeld in Utrecht op Kanaleneiland. Of ga naar Buitenhof in Delft en daar zie je een hele grote Chinese-Nederlandse gemeenschap. Vandaag ben ik in Holtenbroek in Zwolle. En hier woont de Molukse familie van Larissa bij elkaar in de wijk. Dus dat is goed om daar even langs te gaan en te beginnen. En sowieso ook gezellig, Molukse mensen. Oké, Larissa, vandaag is eigenlijk heel gek, want normaal dan zeggen wij, kom, we gaan je vraag oplossen. Ga met ons mee. En nu ben ik met jou mee. Waar gaan we heen? We gaan nu naar mijn tante. Let's go. Mm-hmm. Cesar. Goeie. Larissa, wat is jouw vraag? Waarom mensen met dezelfde etnische achtergrond die naar Nederland toe komen bij elkaar gaan wonen? De Molukkers hebben vroeger voor Nederland gevochten. Wij zijn een onderdeel van Indonesië. En in de jaren 50 kwamen ze naar Nederland. Eigenlijk ongeveer 10 jaar later, in de jaren 60, zijn wij naar Zwolle gekomen. Reden dat opa Broert naar Zwolle is gekomen, heeft te maken met de kerken. Want als er zoveel mensen in Zwolle waren, kwaken Jezen, dan konden we een Molukse kerk hier in Zwolle zetten. Waarom heeft de Nederlandse overheid ooit dit soort wijken ingericht voor de Molukkers? Nou, Molukkers hebben hier in Nederland hebben contingentwoningen toegewezen gekregen. Contingentwoningen betekent dat door de gemeente... Raad is besloten dat bepaalde woningen voor Molukkers zijn. Dus daardoor krijg je ook Molukse wijkjes. Toen de Molukkers naar Nederland kwamen, was het eigenlijk voor een paar maandjes. En uiteindelijk zitten we hier dus hier nog steeds. In de voortuin? In de voortuin, in Nederland. Terwijl de oudjes, eigenlijk de eerste generatie, al lang al terug zijn. Behalve dat er allemaal Molukkers wonen, wat maakt een Molukse wijk nou een Molukse wijk? Ik kan zo bijvoorbeeld 2 deuren terug naar binnen gaan. En dan gewoon aan mijn nicht vragen van, wat eet je vandaag? Oh, ik ga mooi bij jou eten. Als Larissa dan zou zeggen van, nou, ik hoef niet meer per se in een Molukse wijk te wonen. Ja, zegt ze, ik wil buiten de wijk. Ja, zeker. Als je wilt groeien en verder wilt gaan, moet je niet hier gaan zitten. En weet jij al waar wij naartoe gaan, Larissa? Nee. Ik weet het wel. We gaan naar Den Haag en dan gaan we erachter komen waarom andere etnische groepen bij elkaar wonen. Zo, en nu staan we naast Barbara. En Barbara, jij kan ons de etnische wijk hier in Den Haag laten zien. Vinden wij heel leuk, want waar staan we nu precies? Nou, het mooie is dat dit eigenlijk een splitsing is tussen het centrum en de Schilderswijk. En dan zie je het heel langzaam veranderen. Dan gaan we nu maar op stap, zou ik zeggen. Statistisch gezien staat dit bekend als de Surinaamse wijk. Maar ja, ik kijk om me heen en ja, ik zie ze niet. Als ik het goed begrijp, de statistiek zegt het ene, maar je ziet eigenlijk dat dat alleen op papier zo is. That's it. Ali, jij weet heel veel over etnische wijken. In Nederland zijn we heel divers samengesteld. In die wijken zie je weer verschillende groepen mensen wonen. Nou, als we het hebben over grote arbeidsmigranten vanuit de jaren 70, 80, dat zijn dus Turken en Marokkanen. Die hebben niet eigenlijk de keuze gemaakt om te zeggen van, wij willen heel graag samenwonen. Mijn opa is een gastarbeider. Die is naar Utrecht gekomen, die heeft gewerkt in een fabriek. Met heel veel andere mannen voornamelijk is hij toen gaan wonen in een pension. Toen hij besloot van, ja, ik wil hier me eigenlijk wel vestigen. Dus zijn ze gaan zoeken naar huizen. En uiteindelijk kwamen ze dus in Kanaaleiland. En zo zie je eigenlijk dat in het kader van gezinshereniging heel veel... families, gezinnen met Turkse Marokkaanse achtergrond in dat soort buitenwijken zijn terechtgekomen. Wat je automatisch doet als je in een ander land komt, je zoekt gewoon je soortgenoten op. Omdat zij de taal spreken,
Omdat je het vertrouwen hebt, zeg maar, dat zij je zullen helpen. Omdat je dezelfde nationaliteit hebt, naar dezelfde achtergrond. Dus het gaat eigenlijk heel erg automatisch dat mensen naar elkaar toe gaan. Ik ben Afghaan. Zijn er dan veel Afghanen hier die jij kent? Of? Nee, eigenlijk niet zoveel. Ik vind het wel jammer, want als er meer Afghanen zijn, zou het wel leuk zijn. Religie is ook belangrijk, ja, want iedereen heeft zijn eigen cultuur en iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Dus ja, mensen met dezelfde normen en waarden kunnen samen, zeg maar, makkelijker met elkaar omgaan, ja. Nu zijn we bij jouw tante geweest en toen heb jij tegen je tante iets gezegd wat zij misschien minder leuk vond om te horen, namelijk dat jij niet per se in een Molukse buurt hoeft te wonen. Ja. En je hebt een eerste generatie, je hebt tweede generatie, derde generatie en binnen die generatie... Hier is dat vierde. Ja. Hier is dat vierde alweer? Ja. Wow. Nou, binnen jouw generatie zullen er weer jongeren zijn die zeggen van ja, ik wil wel heel graag, zeg maar, die traditie vasthouden, maar je hebt weer een groep die zegt van ja, is het wel van deze tijd? Dan ga ik naar Rotterdam. Ja? Ja. Omdat je daar ook weer veel familie hebt en... Nee, daar geen familie, maar ik alle 22 jaar hier in Nederland. Ik ben al bekend, zeg maar, hier in Nederland gewoon, ik weet overal. Kan ik in Rotterdam ook wonen. Maakt niet uit. Ik denk niet dat het helemaal terecht is om te spreken over etnische wijken. Het zijn vaak wel al buurten en straten die ook heel divers kunnen zijn met heel veel andere groepen mensen die wonen. Vaak krijg je een sociale huurwoning toegewezen op basis van je inkomen. En wat je ziet is dat in bepaalde wijken meer sociale huurwoningen zijn, waardoor bepaalde groepen meer in die wijken wonen omdat ze wat armer zijn dan andere groepen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Turken en Marokkanen, dan zie je dat de sociaal-economische achtergrond van bepaalde groepen hebben geleid dat zij meer geclusterd zijn gaan wonen in bepaalde wijken in Nederland, zeg maar. Ali, bedankt voor je wijsheid. Kan ik gewoon een box geven? Zeker. We moeten door, Larissa. Larissa, we zijn de hele dag in jouw vraag gedoken. En wat hebben we, nou, wat hebben we bij je tante geleerd allereerst? Nou, dat het bij de Molukse wijk in Zwolle vooral lag omdat het... Omdat ze dan bijvoorbeeld een kerk konden krijgen in Zwolle. En omdat die wijken voor hun waren gebouwd uit schuldgevoel. Ja. Ja, en ik heb ook wel het idee dat ik nu door jou weet dat jij niet meer per se daar hoeft te wonen in die Molukse wijk. Dat soort wijken ook aan het veranderen zijn. Ja, ja, en wat hebben we daarover geleerd van Ali? Dat het lag aan ook de huurprijzen. En ja, ook het inkomen wat mensen dus hebben. Klopt. En... ik vond het leuk aan de Transvaalwijk en sowieso aan rondlopen in Den Haag, dat we heel erg leerden dat mensen die in een etnische wijk wonen heel erg blij zijn met dat ze de taal met elkaar kunnen delen. En dat het ook een soort vangnet is voor elkaar, dat iedereen voor de ander wil zorgen. Hoe is jouw vraag nou eigenlijk bij No Shit terechtgekomen? Ik heb hem ingestuurd. Dus wat zouden mensen moeten doen als ze ook een vraag hebben? Ook insturen. En wat zouden ze moeten doen als ze meer vragen beantwoord willen krijgen? Abonneren. Abonneren. Op? No Shit. En hoe passend is het dat we dan deze eindconclusie hebben opgenomen bij een wereldbol? Heel passend.